Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden en ook mensen die meeluisteren via de moderne media, heel hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor ons eigen predikant dominee Mulder. De schriftlezing in deze dienst is Job 28. Het thema is levenswijsheid. Mededelingen van de kerkraad. Op maandag 25 september zal er kerkvisitatie plaatsvinden. De collecten ter ondersteuning van ons gemeentewerk kunt u de collecte overmaken op de bankrekening die u kunt vinden, zondagsbrief of eventueel op de website. De collecte aan het eind van deze dienst die is bestemd voor de voedselbank. Tevens de collecte van het avondmaal zal ook voor de voedselbank bestemd worden. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 57, vers 1 en 2. En de kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanmiddag over wijsheid. Het gaat over de vrezen des Heren. Dus dat kunt u terugvinden in de psalmen die we gaan zingen. En we gaan nu met elkaar zingen uit psalm 111. Psalm waar we vanmorgen mee afsloten. En nu zingen we vers 3 en ook vers 6. En in het zesde vers zingen we: maar zere vrees zal altoos wezen. Psalm 111, vers 3 en ook vers 6. Voordat we het avondmaal voortzetten en daartoe ook het formulier lezen, is het goed om eerst samen te bidden. Zullen we tot God gaan? Heren, wat een voorrecht dat u ons ook vanmiddag weer roept om in uw huis samen te komen. Met het kerkgebouw als gemeente uw woord te openen en om stil te staan bij eeuwige dingen, bij uw wijsheid. En om te leren u te vrezen, om te leren met u te leven. We danken u, Heren, dat we vandaag het avondmaal mogen vieren. Dat er vanmorgen al zoveel mensen het avondmaal mochten ontvangen, mochten vieren, de dood van u mochten verkondigen. Dat er ook vanmiddag zijn die vanmorgen niet konden, maar die nu het sacrament van in brood en wijn mogen ontvangen. We bidden u, Heren, om uw zegen voor hen. Geef een goede avondmaalsviering. Zegent u ons zo allemaal als we vandaag ook dankzegging en nabetrachting hebben.
En als we met elkaar u mogen loven en prijzen, nu ook willen vragen of u dat wat we vandaag mochten ontvangen, of dat zo mag doorwerken dat dat morgen en in de toekomst verder ook te merken zal zijn. Grote God, geef dat het in goede orde ook vanmiddag weer mag verlopen. Zegen aan ieder die een taak heeft in deze dienst en werk zo met uw geest. En we kijken ook naar de wereld om ons heen, heren. Als er zoveel zorgen zijn, als er oorlogen zijn, rampen, problemen. We vragen u, heren, om uw ontferming en om uw zegen ook over de gaven die we geven in deze dienst, op deze zondag. Heren, zegent u de diaconale collecte voor de voedselbank. Heren, er zijn mensen die hebben te weinig eten, te weinig drinken, te weinig kleding en weinig mogelijkheden of geen mogelijkheden om hier verandering in te brengen. We danken u dat we onze gaven daarvoor mogen geven. En laten die gaven dan ook zo mogen zijn dat het is tot zegen, tot eer van u. Machtige Heren in de hemel, wilt u ons zo een goede dienst geven? Niet omdat wij het verdienen, Heren, maar alleen om Christus wil. Amen. Leest u met hem mee het korte formulier voor de bediening van het heilig avondmaal. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, hoort hoe onze heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Omdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. Daarom onderzoeken zich ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonden, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeven zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. En vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heeren gaan mag, dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hebben, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt. Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn, één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze heiland, die ons genodigd heeft door het bruiloftsmaal van het lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn vader. Laten we ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden. Wij bidden u dat u uw Heilige Geest mogen bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven.
En dat Hij in ons leeft en wij in Hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of u zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij onze heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Heere uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heer Jezus Christus. Amen. Belijden nu samen ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. De derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gaan we nu met elkaar zingen. Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen? En God zal zelf je leidsman wezen. De mensen die nu nog geen avondmaal hebben gevierd en wel avondmaal willen vieren, maar nog niet voor in de kerk zitten, zou ik willen vragen om tijdens het voorspel van deze psalm een plaats voor in de kerk ook in te nemen. Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarin wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen, door de werking van de Heilige Geest, zo waarachtig met zijn lichaam en bloed, gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. De diakenen zullen nu het brood uitdelen
als ze de bank voor u inschuiven en u wilt het avondmaal vieren, gaat u dan staan, pakt u een stukje brood en gaat u vervolgens weer zitten. Als ik dan de instellingswoorden heb uitgesproken, kunt u het gezamenlijk tot u nemen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De diakenen zullen nu de wijn uitdelen. Daarvoor geldt hetzelfde als bij het brood. Gaat u staan als u deel wilt nemen. Pakt u een cupje. Gaat u nog even zitten. Na de instellingswoorden kunt u het tot u nemen.
De drinkbeker der dankzegging, waarmee wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Geliefden in de Heere, omdat de Heere onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen de trouw van de Heere bezingen en zijn wijsheid ook. Met Psalm 136, vers 5, 23 en 26.
Zullen we samen de Heer danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, we danken u van ganser harte dat u ons, uit grondeloze barmhartigheid, uw enig geboren Zoon, hebt gegeven tot middelaar en tot offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. We danken u dat u ons een waarachtig geloof geeft, dat we deel krijgen aan de weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon, Jezus Christus, het heilig avondmaal laten instellen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, dat wij dagelijks groeien in het ware geloof en de zalige gemeenschap met Christus. En we danken u voor wat u ons gegeven hebt in de viering van het avondmaal vandaag. Dank u wel voor degene die het misschien al voor de zoveelste keer mocht vieren. Of misschien een van de eerste keren. We danken u dat we daarin ook aan elkaar verbonden zijn. En wilt u dan ons helpen om, vanuit dat we mochten ontvangen van u, en vanuit dat we elke dag mogen ontvangen van u, om daarin met wijsheid ons leven vorm te geven. Zegent u daarom ook de opening van uw woord. Als we uit Spreuken, uit Job verder gaan lezen over wijsheid, geef ons dan die levenswijsheid, Heren. Zegen ons als we het lezen. Zegen ons in welke taak we hebben. Zegen de parel, de oppas. Geef ons zo een goed verloop, verder verloop van deze dienst. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die met u in de Heilige Geest leeft en regeert tot in eeuwigheid. En die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik heb vanmiddag geen kinderbijbel voor jullie meegenomen, maar wel een plaatje wat zomaar uit de kinderbijbel gehaald had kunnen worden. Ik vond hem op internet. En als je hier kijkt, dan zie je een jonge koning. Jongens en meisjes, dan denk je misschien wel aan een koning uit de Bijbel, en dat klopt. En ben je misschien ook al aan het nadenken, welke koning zou het kunnen zijn? Nou, dat zal ik je verklappen. Het is koning Salomo. Koning Salomo is hier nog jong. Hij wordt gezalfd als koning. Hij is uitgeroepen als koning van het land. Ja, je ziet hem daar zitten. Iedereen mag het weten. Nieuw moment. Koning David was altijd koning, maar nu is hij het. En dan op een gegeven moment, dan maakt de Heere zich bekend aan hem. En dan stelt hij een vraag aan Salomo. Salomo, vraag maar aan mij wat je wilt. Stel mij maar een vraag. Vraag me maar wat jij graag wil hebben. Nou, stel je voor dat jij die vraag krijgt. Vraag wat je maar wilt en je zult het krijgen. Wat zou je dan vragen? Rijkdom? Dat het heel goed gaat op school? Goede gezondheid? Dat het allemaal voorspoedig gaat? Weet je wat Salomo vraagt? Nou, wie weet het? Wat vraagt Salomo aan de Heere? Steek je vinger maar op als je het weet. Wat vraagt Salomo aan de Heere als hij één ding mag kiezen? Ja, zeg het maar. Wijsheid, precies. Heel goed, hij vraagt om wijsheid. Hij zegt, dat vind ik het allerbelangrijkste. Natuurlijk, rijkdom is fijn. Aanzien is leuk. Dat het heel voorspoedig gaat in mijn leven is ook fijn. Maar ik vraag de Heere God vooral om wijsheid. Dat ik verstand heb, dat ik inzicht heb hoe ik nou God kan dienen en op een goede manier leiding kan geven. Nou, dat is ook iets wat Job belangrijk vindt. Job vindt het belangrijk om wijs te zijn en hij gaat ons daarom ook onderwijs daarover geven. Dat vinden we in hoofdstuk 28. En daarom lezen we dat hoofdstuk in zijn geheel. Job 28 lezen we en vervolgens zingen we uit Psalm 33 vers 3 en 6... waar het gaat over de wijsheid. Zijn wijsheid is alom verspreid.
maar ook de altoos wijze raad des Heren. Dus Psalm 33, vers 3 en 6, straks de inleiding op de verkondiging. We lezen hoofdstuk 28, waarboven staat het oordeel van Job over de wijsheid. Voorzeker, er is voor het zilver een plaats waar het tevoorschijn gebracht wordt. En een plaats voor het goud waar het gezuiverd wordt. Het ijzer wordt uit de aarde gehaald. En uit gesteente wordt koper gesmolten. De mens bepaalt het einde voor de duisternis. En elke grens onderzoekt men. Het gesteente in het donker en de schaduw van de dood. Hij hakt een mijnschacht uit, ver van de plaats waar hij verblijft. Zonder steun van de voet hangen zij. Ver van de sterveling zweven zij. Uit de aarde komt het brood voort. En onderin haar wordt zij veranderd, als door vuur. Haar gesteente is de plaats van saffier. En zij bevat goudstofjes. De roofvogel kent het pad erheen niet. En het oog van de kikkerdief heeft het niet waargenomen. De trotse jonge dieren hebben het niet betreden. Geen felle leeuw is er overheen gegaan. De mens slaat zijn hand van het harde gesteente aan het harde gesteente. Hij keert de bergen vanaf de wortel om. In de rotsen hakt hij gangen uit. Zijn oog ziet alles wat kostbaar is. Hij dampt de rivieren af, zodat er geen druppel doorheen komt. En wat verborgen is, brengt hij naar buiten in het licht. Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden? En waar is de plaats van het inzicht? De sterveling kent haar waarde niet. Zij wordt niet gevonden in het land van de levenden. De watervloed zegt, in mij is zij niet. En de zee zegt, bij mij is zij niet. Fijn goud kan niet in ruil voor haar gegeven worden. En haar prijs kan niet met zilver worden afgewogen. Zij kan met het fijne goud van Ofir niet betaald worden. En evenmin met de kostbare onyx en saffier. Haar waarde kan niet met goud of kristal gemeten worden. En zij is niet in te ruilen voor een kleinoot van zuiver goud. Aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht, want de prijs van de wijsheid is hoger dan die van robijnen. Haar waarde kan niet met die van een topaas uit Kush gemeten worden. En met het fijne, zuivere goud kan zij niet betaald worden. De wijsheid dus, waar komt zij vandaan? En waar is de plaats van het inzicht? Zij is bedekt voor de ogen van alle levenden, en voor de vogels in de lucht is zij verborgen. Het verderf en de dood zeggen, met onze oren hebben wij slechts een gerucht over haar gehoord. God begrijpt haar weg en hij kent haar plaats. Want hij ziet tot aan de einden der aarde. Hij ziet onder heel de hemel, terwijl hij de kracht van de wind bepaalt en de wateren meet met een maat. Toen hij een verordening maakte voor de regen en een weg voor het weerlicht van de donder. Toen zag hij haar en peilde haar. Hij stelde haar vast en ook onderzocht hij haar. Maar tegen de mens heeft hij gezegd, zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid. En zich afkeren van het kwade is inzicht. Tot zover.
Na de verkondiging zingen wij uit Psalm 19 en daarvan het 5e en 7e vers. Des Heere vrees is rein. Ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Psalm 19, het 5e en 7e vers. Na het amen van de verkondiging. Het thema voor de preek van vanmiddag is levenswijsheid. Levenswijsheid. Twee punten als structuur. Van beneden, van boven. Van beneden dan zou je kunnen kijken naar vers 1 tot en met vers 22. Maar het is wat veel om dat nog een keer te lezen. Dus ik lees vers 20 en vers 21. De wijsheid dus. Waar komt zij vandaan? En waar is de plaats van het inzicht? Zij is bedekt voor de ogen van alle levenden. En voor de vogels in de lucht is zij verborgen. Beneden vind je het niet. Van boven dan, naar vers 23 en vers 28. In vers 23 staat, God begrijpt haar weg en hij kent haar plaats. Vers 28, maar tegen de mens heeft hij gezegd, zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid. En zich afkeren van het kwade is inzicht. Levenswijsheid, van beneden en van boven. Gemeente van Christus, ouderen, jongeren, jongens en meisjes, u in de kerk, maar ook u die op afstand verbonden bent. In gedachten zien we ze staan. Die wat oudere man, grijs haar, eigenlijk wat kalend ook. Dat is de opa van die jonge man daarnaast. En samen staan ze daar in de achterkamer door het raam te kijken. Ze kijken zo in de tuin en ze zien daar wat vogels vliegen, ze zien de netjes bijgehouden tuin. En ze praten zo over koetjes, kalfjes, over de dingen van het leven. En op een gegeven moment vraagt die opa aan zijn kleinzoon. Zeg jongen, wat wil jij nou eigenlijk bereiken in het leven? Hij kijkt de opa aan en zegt, ja, ik wil mijn opleiding afmaken. Ik wil graag gaan werken. Dat eigenlijk vooral, dat heb ik nu als... ja, doel. En dan, zegt opa. Ah, ik zou het ook wel leuk vinden om een relatie te krijgen. Misschien een vrouw, kinderen. Misschien wel doorgroeien in mijn werk, beter worden. Van junior naar senior. En dan? Ah, misschien nog een keer een ander huis. Misschien een keer voor mezelf beginnen. Ah, goed bedacht. En dan? Nou, ik wil op tijd met pensioen. Ik heb geen zin om veel te lang te werken. 67 vind ik veel te lang. Nou, slim dat je er al over nadenkt. En dan? Nou, dan hoop ik op echt nog een paar mooie jaren. Om heerlijk van te genieten. Ja, en dan? Ja, ik hoop dat ik niet dement word. En dat, ja, dat ik niet te krakkemikkerig word. Ja, en dan? Ja, dan is het voorbij, opa, dat weet u. Ja, en dan? Ja, 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 dood. Het was hij stil. Is u ook iets opgevallen in wat die jongen allemaal zei? Die jongen die is best intelligent. Die kijkt verder dan even alleen maar even leuk op je telefoon zitten. Die heeft echt visie, die wil iets bereiken. Slim, denkt na. Zoals heel veel jongeren hier, denk ik. En ouderen misschien net zo. Maar er mist iets in zijn antwoorden. Heb je dat ook gemist? Hij is slim, intelligent, denkt door, maar hij zei niks over God. Niks over de Heer Jezus. Niks over het leven met hem. Ook niks over het leven na dit leven. Dat is voor hem geen factor. Geen belangrijk aspect om rekening mee te houden. Op het eerste oog, wijze, pientere kerel. Maar hij mist wel iets. Job was ook een wijs iemand. Ook naar menselijke maatstaven. Waarschijnlijk een harde werker. Een verstandige bestuurder. Hardwerkende directeur. Hij heeft er echt veel moeten doen. Om daar in Us een belangrijke plaats te verwerven. Om zo'n groot bedrijf te hebben. Blijkbaar is dat ook goed. Wijs te zijn op je werk. Slim te studeren. Verstandige keuzes te maken. Maar Job die heeft ook iets geleerd. Dat je heel veel kunt willen en doen als mens. Maar je kunt het soms ook zomaar kwijtraken. Hij heeft het op brute manier moeten leren. Dat alles er met handen geslagen wordt. Wat was dat heftig
voor hem. Afgescheurd. Ja, eens moet je alles loslaten. En dan zal blijken hoe wijs je geweest bent. Hoe wijs zijn wij dan? Als we avondmaal gevierd hebben vandaag, zijn wij wijs? Merk je dat dat wat je vanmorgen en vanavond mocht vieren, ik weet, mijn verlosser leeft, dat dat nou ook echt je leven bepaalt? Dat dat je ook op een andere manier naar dingen laat kijken dan dat je van nature doet. Hebben wij geleerd om wijs te zijn? Ja, laten we eens gaan kijken wat Job bedoelt met die wijsheid van beneden. Het is ergens een heel opmerkelijk hoofdstuk wat we gelezen hebben. Ik weet niet wat u als gedachte had toen we het lazen. Maar het is een opmerkelijk hoofdstuk. Het lijkt er soort ook wat tussengevoegd. Wat bedoel ik? Nou, Job begint met het introduceren van wie Job is. En hoe hij klap op klap krijgt. En hoe hij zeg maar daarin worstelt. Hoe het zwaar voor hem is. En hoe hij in Job 3 klaagt tot God. Heer, wat bent u nou? Waarom gebeurt dit nou? En dan krijg je die hoofdstukken lange gesprekken. Eerst de ene vriend die reageert. Job. Weer een vriend en Job. En zo gaat het achter elkaar door. En de laatste woorden van die vrienden, die zijn in hoofdstuk 27. Dan stopt het. Je merkt ook dat die gesprekken steeds korter worden. Beeld dat, houdt het heel kort. Zofar spreekt de derde keer al niet meer. En dan lees je in hoofdstuk 29 tot met 31 nog een slotpleidooi. Job die houdt een slotpleidooi richting God om zijn zaak bij hem aan te klagen. Maar hoofdstuk 28 die staat er dan precies tussen. Tussen dat wat die vrienden als laatste gezegd hebben. Ja, en tussen dat slotpleidooi. En in één keer een hoofdstuk over wijsheid. En in dit hoofdstuk neemt hij ons echt mee naar beneden. Ja, echt. De diepte in. De mijn in. Als je goed kijkt, in vers 4 lees je het. Een mijn in waar je misschien zilver kunt vinden of goud of waar je andere grondstoffen kunt delven. Misschien is het wel een kopermijn die in gedachten heeft, die daar was in de buurt van Timna. En hij zegt, neem nou eens die mijnbouwers in gedachten. Je weet eigenlijk amper wat daar onder de grond gebeurt, maar je ziet daar een gat. En in die schacht, daar zakken die mensen gewoon, zonder steun van hun voet. Met een touw laten ze zich zakken, ze abseilen naar beneden. Ja, wat gaan ze daar doen? Er gebeurt daar van alles. Ze hakken, zegt vers 4. Hij hakt de mijnschacht uit, ver van de plaats waar hij verblijft. Zonder steun van de voet hangen zij. Ver van de sterveling zweven wij, zei. Gevaarlijk werk wat ze doen. Ja, je zou maar aan de touw hangen en losschieten, je valt. Of er zou maar een stuk mijn instorten. Je wordt bedolven. Of je komt klem te zitten. Of er zouden maar giftige stoffen vrijkomen. Jongelui, misschien wel eens gehoord dat mijnwerkers vroeger een vogeltje meenamen de mijn in. Een klein vogeltje in een klein kooitje. En die hielden ze dan bij zich. Waarom was dat? Vonden ze dat leuk? Nou, nee, dat was heel nuttig. Want zo'n klein vogeltje, dat beweegt, dat maakt geluid. Maar op het moment dat er giftige gassen vrijkomen, waarvan er heel wat zijn die we niet kunnen ruiken, dus die merk je niet op als mens. Maar het vogeltje ademt dat in, dan gaat het vogeltje heel snel van zijn stokje. En dan weet je dus, oké, wegwezen hier, want het is hier levensgevaarlijk. Dus het is een heel gevaarlijk werk. Het is zwaar werk. Je moet afdalen, werken met materialen, kloppen, hakken, breken, een fakkel lopen, kijken wat er gebeurt. En uiteindelijk met al je gereedschap en wat je gevonden hebt, moet je ook weer omhoog. Zwaar werk. Job zegt, kijk eens naar beneden. En besef even waar we als mens nou toe in staat zijn. Kijk, vers 5 zegt dat dat brood wat er van het land komt, dat is eigenlijk voor ons al heel gewoon. Dat gebeurt. Maar onder haar wordt zij veranderd. Er is vuur. Met andere woorden zegt Job, het gewone, dat is al heel fijn. Maar in de mens zit iets van, we willen meer, willen ontdekken. Dat zit onder de grond, maar we willen het weten, willen het zoeken, willen het zien. Het is toch ook indrukwekkend dat er iemand met een emmertje omhoog komt. En er zit dan van allerlei gruis in en we glimt ook wat. En dat wordt zo bewerkt dat het prachtig goud is. Of zilver, koper of ijzer.
Job zegt, moet je eens kijken waar een mens toe in staat is. Dat is toch bijzonder. Wat een techniek. Wat een wijsheid. Wat een inzicht. En dat in een tijd zonder elektriciteit. Alles met de hand doen, geen mechanisme. Geen telefoon. Geen kraanwater. Moest alles met de hand doen. Geen Google. Geen YouTube waarop je even kon kijken, hoe moet ik dat nou doen? Moest alles met de hand doen. Job zegt, moet je eens kijken waar wij als mensen toe in staat zijn. Kijk hem mee, vers 9 tot 11. De mens slaat zijn hand aan het harde gesteente. Keihard is het, maar de mens die gaat ervoor. Hij keert de bergen vanaf de wortel om. Geen berg is te hard, we komen er doorheen. In de rotsen hakt hij gangen uit. Zijn oog ziet alles wat kostbaar is. Hij dampt rivieren af, zodat er geen druppel doorheen komt. En wat verborgen is, brengt hij naar buiten in het licht. Job zegt, kijk eens. Wat kunnen wij mensen? Nou ja, wat kunnen wij mensen? Misschien wel eens gereden door de Mont Blanc tunnel. Misschien ook wel eens gereden een tunnel onder het water door. Waar zijn we toe in staat? Gigantisch toch? Rivieren afdammen. Nou, in Nederland weten we wel wat van waterbouw. Stuwdammen. Indrukwekkend, wat kunnen wij als mensen? Job zegt, kijk eens even mee naar beneden, wat kunnen wij wel niet? En dan moeten we ook maar even een stapje naar achteruit doen, denk ik. Misschien zit er iemand al een beetje na te denken die zegt, ja, leuk dit, maar waarom staat het er? Waarom moet de preek hier nou over gaan? Het is nabetrachting. Ja, Job, waarom heb je dit nou opgeschreven? Job, waarom zeg je dit nou? Waarom geef je nou zoveel woorden aan de mogelijkheden van de mens? Ik denk dat Job iets wil doen. Hij wil ons als mensen typeren. Wat bedoel ik? Nou, dan moet je mee terug naar het begin. En bedoel ik niet allereerst het begin van Job, maar gewoon het begin van de Bijbel. Niet Genesis 1 en 2 van de schepping, maar Genesis 3. En eens goed opletten wat er daar gebeurt, daar in het paradijs. Er is dus die slang, er zijn Adam en Eva en er is die boom. En die slang die brengt dan de aandacht van Eva naar die boom. En Eva kijkt. En die zegt ook, ja, maar daar mogen we niet van eten. Dat heeft de Heere God gezegd. En wat doet de slang dan om de aandacht van Eva daar naartoe te krijgen? Dan zegt hij in Genesis 3, op de dag dat u daarvan eet, zullen uw ogen geopend worden en zult u als God zijn, goed en kwaad kennend. Beste Eva, beste vrouw, neem ervan. Je had ook kunnen zeggen, maar die smaken heel lekker. Je had ook voor allerlei andere dingen kunnen noemen. Die zijn zo mooi, het is toch goed voor je, wordt er sterk van. Nee, hij zegt, daar krijg je inzicht door. Als je dit neemt, zie je meer, weet je weer. Weet je meer, word je als God. En dat haalt Eva over om ervan te nemen. Misschien denk je, is dat het echt? Ja, nou kijk maar in Genesis 3 vers 6 dan. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij het lust voor het oog was. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. Verstandig. Dingen te weten, wijs te worden. Blijkbaar is dat de trigger voor Eva om het te pakken. Van ja, dan weet ik meer, dan kan ik meer, dan heb ik meer. En dat is de trigger. En is dat ook niet wie wij zijn? Heb je het ene, wil je het volgende weer? Is er niet een hele grote honger naar kennis, naar informatie? Waar komt dat vandaan, dat ChatGPT? Heeft dat niet ermee te maken dat wij honger hebben naar alles weten, alles kennen en dat het verder moet? Ja, 200 jaar geleden hadden mensen toch niet kunnen denken dat je in een ding op 4 wielen zou rijden op een speciaal gemaakte snelweg, makkelijk 100 km per uur op cruise control, adaptive cruise control, met een navigatiesysteem. Tegenwoordig kijk je er niet meer van op, toch? En we zouden vliegen. Wie had 200 jaar geleden kunnen denken dat we zouden kunnen vliegen in een ding waar wel 500 mensen in passen in één keer? Dat is toch ongekend? Schepen van meer dan 400 meter
meren af in de haven van Rotterdam. Wat kunnen we een hoop. Het stopt niet. Het is niet zo dat we nu terugkijken en denken, nou, nu hebben we genoeg, toch? Nee, het gaat maar verder. We ontwikkelen ons en het moet verder en meer. En zou Job niet willen zeggen van, wat zijn wij eigenlijk onverzadigbaar? En we kunnen veel. We zijn tot veel in staat. Maar Job wil ook zeggen, waar brengt het je nou? Wat levert het nou ten diepste op? Het verzamelen van kennis en mogelijkheden. Zijn we misschien met al onze kennis en mogelijkheden de toren van Babel opnieuw aan het bouwen? Of niet? In die wereld leven wij en bewegen wij ons. De meeste van ons zullen een smartphone hebben. De meeste van ons gebruiken Google. Wij leven in die wereld. We gaan erin op, we gaan erin mee. En in die wereld lezen we vandaag de Bijbel. In die wereld vieren we avondmaal. We wonen erin, we werken erin. Voeden onze kinderen op. En als je niet uitkijkt, dan heeft het zijn grip op je leven. En is de duivel nog steeds tot op de dag van vandaag met jou bezig en zegt, zou je dat niet ook nog pakken? Zou je dat ook niet willen? Zodat je meer inzicht krijgt en meer? En dan mogen wij vanmiddag die vraag eens op ons af laten komen. Die vraag die Job stelt in vers 12. Als je nou alles eens ziet dat in onze maatschappij mogelijk is. Maar de wijsheid, zegt Job, waar wordt die gevonden? En waar is de plaats van het inzicht? Waar vind je nou echt de wijsheid? Vind je die door heel hard te werken? Vind je die door veel te studeren? Vind je die door veel te kijken op Wikipedia? Of door ChatGPT te gebruiken? Toen ik deze preek aan het voorbereiden was, toen heb ik ChatGPT gebruikt. En ik heb ChatGPT de vraag gesteld, wat is wijsheid? En wie het wel eens gebruikt heeft voor een verslag of iets, die weet dat je dan zomaar alles voor je neus getypt wordt. En je denkt, waar komt dit vandaan? Hoe bestaat dit? In goed Nederlands, ongelooflijk. En als ik de vraag stel, dan wat is wijsheid? Dan wordt me verteld, dat is een complex begrip. Wijsheid is iets dat gaat over meer vermogen dan feitelijke informatie of intellectuele capaciteiten. Wijsheid overstijgt het gewone. Het heeft te maken met kennis, inzicht, goed oordeelsvermogen, emotionele intelligentie, morele en ethische waarden, compassie, mededogen, levenservaring. En wijsheid is volgens ChatGPT een subjectief begrip. Ieder kan het invullen op zijn eigen manier. Dacht ik, ja, dat zal waarschijnlijk wel uit de boeken komen. Maar toen dacht ik, weet je wat, ik stel een andere vraag. Wat is wijsheid volgens het Bijbelboek Job? En een andere vraag, en wat is het verschil tussen de wijsheid in het boek Job en de wijsheid in de Nederlandse samenleving? Kijk, toen werd er wel wat duidelijk. Toen vertelde ChatGPT me dat, dat Job rekent met God en met het geloof in hem. En dat in onze samenlevingen wordt gerekend met menselijke maatstaven. Je kunt het hebben over wijsheid, maar toch kan er een verschil zijn. En Job die kijkt ons aan en die zegt, echte wijsheid, de bron van wijsheid, die vind je hier op aarde niet. De bron van wijsheid die vind je bij de schepper. Bij de machtige, de almachtige. Ja, de mens kan veel. Maar de bron, dat is de Heere. Op aarde vind je die niet. Nee, als je die verse leest, vers 13 tot en met 19. Dan stapelt Job dat op. Ze wordt niet gevonden in het land van de levenden, vers 13. Vers 14. De watervloed en de zee weten het ook niet. Vers 15. Je kunt het niet ruilen voor kostbaar goud. Vers 16 tot en met 19. Mooiste edelstenen, robijnen, edelmetalen. Ja, je kunt ze er niet voor ruilen. Met andere woorden, wat je ook ziet hier op aarde, hoe knap het ook is, hoe intelligent, hoe je ook zoekt of speurt, je vindt de echte wijsheid niet. Want die komt niet van beneden, maar die komt van boven. Die krijg je. Die ontvang je. In vers 20 zegt Job, de wijsheid dus. Waar komt zij vandaan? En waar is de plaats van het inzicht?
Maar de mensen vind je die dus niet. Maar dan wijst Job op God. Hij kent haar weg, zegt hij. Hij overziet heel de aarde. Hij bepaalt de kracht van de wind. Hij meet de wateren. Hij heeft macht, hij heeft overzicht. En hij maakt het aan ons bekend. Job die kijkt ons aan en zegt, als je nou morgen weer aan het werk gaat. Als je weer bezig gaat met de dingen die je wil doen. Waar zoek je dan wijsheid? Wat is nou het diepste wijsheid die je wilt? Gelooft u, geloof jij dan dat die wijsheid dat is dat wat God bekend maakt? Dat het van boven komt. En als het dan gaat over wijsheid, dan is een kernpunt uit het boek Job, vers 28. Dat is wijsheid. Maar tegen de mens heeft hij gezegd, zie de vrezen des Heren, dat is wijsheid. En zich afkeren van het kwade, dat is inzicht. Wat is wijs? Dat is dat je de Heren tegen laat zeggen en het hem aan jou bekend laat maken. Wat betekent dat dan? Wat is werkelijk wijs? Nou, laat me dan uit vers 28 eens drie dingen halen. Het eerste is rekenen met God. Het tweede wat ik eruit haal is vrezen van God. En het derde, leven voor God. Eerst dat rekenen met God, want er staat in het begin van vers 28, maar tegen de mens heeft hij gezegd. Ja, Job. Jij zegt, tegen de mens heeft hij gezegd, maar Job, hoeveel woorden heb je tot hoofdstuk 28 al tot God gericht? Je hebt geroepen om antwoord, om recht. Maar heeft God je gereageerd? Heeft God je een antwoord gegeven? Nee, toch? Maar Job, waarom zeg je dan, hij heeft tegen de mens gezegd? Jij hebt toch geschreeuwd vanuit de diepte? God reageerde toch niet? God spreekt toch niet, of wel? Ja, ergens wel apart, toch? Dat iemand die roept tot God en geen antwoord krijgt, nu zegt, in een kernpunt in zijn boek, dat is echt wijsheid, dat is dat hij tegen ons heeft gezegd. Blijkbaar zegt Job, ik heb nog geen antwoord van de Heer. En ik heb nog steeds geen duidelijkheid over alle vragen die ik heb. Waarom lopen de dingen zo? Ik weet het niet en ik blijf roepen. En ik ervaar nog steeds God niet. Maar ik kan blijkbaar niet om wat hij al eerder gezegd heeft heen. Ik ervaar dat God zwijgt in alle talen, maar ik kan niet eromheen wat hij al eerder gezegd heeft. Daar vind ik houvast. Daar vind ik wijsheid. Weet ik dat het van hem komt. Ja, Job die zegt, ik kan wel zoveel roepen. En ik kan soms wel helemaal kwijt zijn. Maar ik moet ook mijn plek kennen. En ik moet ook het doen met wat hij in zijn goedheid mij aanreikt. Vandaag in brood. In wijn. Ik weet mijn verlosser leeft. Wat een wonder. Maar ik moet ook stilstaan. Maar wie ben ik eigenlijk? En misschien dreunen in Jobs hoofd de woorden, de laatste woorden van Bildad nog wel binnen. De laatste woorden van zijn vrienden. Weet je wat Bildad als laatste gezegd heeft? De mens is een made. De mens is een worm. Een made. Je weet wel, zo'n ding wat je mee kan vissen. Dat is een mens. En God is soeverein, hij is de schepper. En hoe hou je het dan vol? Hoe kun je dan verder? Dat is dat je rekent met wat God al gezegd heeft. Zo kun je verder. Misschien zit je hier. Ben je jongere? God, welke kant moet ik op? Moet ik nou die kant op in mijn leven of moet ik die kant op? Waarom antwoordt God mij nou niet? Ik roep tot God en ik wil dat hij weet dat ik met hem wil leven, maar ik zie hem niet, dus ja, dan geloof ik ook maar niet in hem. Dan zegt Job, is dat wijs? Wijsheid van beneden kan veel. Maar hij komt van boven. Hij is toch soeverein en almachtig. Leef dan niet komende week met oogkleppen of met oorkleppen op. Het avondmaal wil ons vandaag stilzetten. En plaatsmaken. Zodat wij in ons leven rekenen met God. Dat hij er is. Dat hij bestuurt. En dat hij zich bekend mag maken op de manier zoals hij het wil.
En dan mag ik de houding hebben zoals we die regelmatig zingen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. De rijke dwaas, die rekent niet met God. Maar de wijze, echte wijsheid begint dat je rekent met de Heere. En dat je weet, ik leef voor hem. En ik moet aan hem verantwoording afleggen. Rekenen met God. Ja, is dat alles dan? Is het genoeg dat ik vandaag avondmaal gevierd heb, in de kerk geweest ben en nou, ik reken ermee, God bestaat. Is dat genoeg? Nee, want het gaat natuurlijk dieper, hè? Zie de vreze des Heren. Dat is wijsheid. Ja, als je regelmatig in de kerk komt, dan ken je die uitdrukking denk ik wel. De vreze des Heren. Maar als je hier vanmiddag zit en je bent er niet zo bekend mee, dan kan ik me voorstellen dat het een aparte uitdrukking is. Vreze des Heren. Misschien denk je dan gelijk wel aan angst. Bang zijn, op je hoede zijn. Moet je bang zijn voor God? Is wijsheid dat je maar schrikt van God en dat je denkt, oh nee? Nee, dat is het niet. Het is wel zo dat je eerbied voor hem mag hebben. En ontzag. En diep respect. Maar het gaat niet om angst. Maar het gaat om eerbied. Nee, en dan niet op de manier zoals bijvoorbeeld bij president Biden. Ja, daar kun je respect voor hebben, wat die man allemaal doet, voor zijn functie. Als hij wat zegt, dan heeft dat ook invloed. Maar ja, die hou je lekker buiten je leven, het heeft geen invloed, toch? Jouw leven. Nee, als het hier gaat over de vreze des Heren, dan betekent dat dus ontzag, eerbied, respect, maar dan wel in een relatie, dat er contact is. Hoe dan? Nou, zoals er contact is tussen een kind en een vader. Zoals een kind zomaar bij vader op schoot kan gaan zitten en tegelijkertijd ook respect heeft voor zijn vader. Voor hoe sterk papa is en voor wat papa zegt. En dan is het ook goed om te beseffen dat de gezagsverhoudingen nu natuurlijk echt wel anders zijn dan zoveel jaren geleden. Maar wat is wijsheid? Dat is dus die vreze des Heren. En neem dan maar in gedachten een kind dat bij vader op schoot kruipt. Dat respect heeft voor papa, want papa is sterk en beschermd. Dat eerbied heeft voor papa, want wat papa zegt, daar moet ik naar luisteren. En dat je zo in die relatie vertrouwen hebt, eerbied, respect. Dat is wijsheid. Gaat u wijs de week in? Ga jij wijs de week in? In vertrouwen op God? Met ontzag en respect? Vanuit die verbinding die hij maakt. Ja, beseffend, hij is de Almachtige. Maar ook in die verbinding. De Bijbel zegt, weet je, je kunt heel veel vragen hebben. Vragen over wat je nou moet. Vragen over wat wijs is. Welke keuze je moet maken. Moet je linksom, rechtsom? Job zegt, begin nou maar gewoon eens hier. Begin bij de vreze des Heren. Bij het vertrouwen op hem. Bij ontzag voor God. Want hij is machtig, almachtig. Hij regeert. Hij kent je hart. En vind je het geen wonder dat je zo de week in mag? Toch? Dat je niet allemaal zelf hoeft uit te zoeken, dat het alleen maar aankomt op jouw wijsheid, op wat u bedenkt. Maar dat je je nou helemaal mag overgeven aan de Heere. Dat hij je kent in je zonde, in je schuld, in je geneigdheid, in je kwetsbaarheid. En dat hij van bovenaf ons aanreikt vanmiddag. Ik wil dat je mij vreest. Dat je met me rekent en met me leeft. Wat een wonder dat hij dat laat zien in de Heer Jezus. Want als we ergens leren wat de vreze des Heren is, dan is dat toch in hoe de Heer Jezus geleefd heeft. Van jongs af aan moest ik zijn in de dingen van mijn vader. Heer Jezus die loopt op aarde vol ontzag en respect voor zijn vader. En daar waar hij verschijnt, zie je Gods liefde. Zie je wonderen gebeuren, tekenen die erop wijzen. Dat het niet alles is wat wij hier hebben. Dat er een toekomst komt zonder jeuk, zonder depressieve gevoelens, zonder dementie. Geen tranen, geen lijden. De Heer Jezus deed het ons voor. Maar zoals we weten, hij eindigde aan het vloekhout. Het waren niet de spijkers die hem eraan hielden, maar het was zijn liefde. Om onze zonden te kunnen vergeven. Om mensen die vijanden zijn van nature.
om hen de vrezen des Heren te kunnen geven. Die wijsheid van boven, zegt hij, wil ik verlaten worden door mijn Vader. En dan mag je van hem leren. Wie in hem gelooft, zegt de Heer, de grootste wijsheid, die vind ik bij u. Zo wil ik leven. Nee, ik ben niet volmaakt. U niet, en het is soms best wel zoeken in bepaalde situaties. Maar ik reken met God. En ik vrees hem. Ik ben dankbaar voor zijn genade. En daar leef ik nou elke dag van. Heer, ik wil u liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig ben je als je durft geloven. Ook als je het oog het nog niet ziet. Laat dat onze grondhouding zijn. Zullen we de week weer ingaan. Ja, die wijsheid. Dat is dus rekenen met God. Het vrezen van God. En ook het leven voor God. Vers 28c. En zich afkeren van het kwade is inzicht. Valt u intussen wat op? Ik loop zo die tekst zo door. Maar als je die drie dingen zo ziet, hè? Rekenen met God, vrezen van God en leven voor God. Valt u wat op? Nou, als u de prekenserie over Job gevolgd heeft, dan ziet u dat die drie dingen al lang naar voren gekomen zijn. Ik vertel nog niks nieuws. Want Job rekende met God, toch? Waarom bracht hij in hoofdstuk 1, die eerste verse, waarom bracht hij dat offer voor zijn kinderen? Dat is toch omdat hij rekende met God? Of niet? Er staat dat een man was, vroom en oprecht. Job rekent met God. En dat tweede dan, dat vrezen. Nou, er staat in Job 1 vers 1. Er was een man in het land Us, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was Godvrezend. En dat derde dan? Keren zich af van het kwaad, staat er in Job 1 vers 1. Dus in het allereerste vers van Job kom je deze dingen al tegen. En de bottomlijn, de basislijn is dat die wijsheid waar al zoveel pagina's naar gezocht wordt, waar die vrienden allemaal naar op zoek zijn, dat Job zegt, de echte wijsheid komt van boven en die had ik me allang eigen gemaakt. En dat was toen ik voorspoed had en toen ik rijk gezegend werd, was dat de wijsheid. Maar ook nu het moeilijk is, ook nu het zwaar is, is dit de wijsheid. Dat God naar mij toe komt, dat ik met hem reken, dat ik hem vrees en dat ik met hem leef. Broeders en zusters, ik weet niet of u zich vooral herkent in Job 1 vers 1 of in Job 28. Maar Job, die zegt tegen ons, als je nou vanmiddag het avondmaal gevierd hebt of vanmorgen en je wilt wijs zijn, doe dan die drie dingen. Hou die vast. Jezus zei toch, doe dit tot mijn gedachtenis. Laat wat ik voor je heb gedaan, laat dat je hele leven bepalen. Dan dat biedt perspectief. Want mijn mensen kunnen veel. Wij kunnen diep en hoog en breed. Maar wijsheid wordt ons geschonken. Wij vinden onze wijsheid niet in onszelf, maar in de Heer Jezus. Paulus schrijft in 1 Korinthe 1. Wij prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok, voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Hij is de wijsheid. Rekenen met God, vrezen van God, ja, en dan ook leven met God. En dat is dus afkeren van het kwaad. Zullen we dat nog eens wat concreter maken? Zo richting het einde van de preek. Wat is dat dan, je afkeren van het kwaad? Ja, Job die zei het al, hij keerde zich af van het kwaad. Je kon het ook vertalen met, hij keert zich tegen het kwaad. Om het kwaad in te dammen. Nou, lees hoofdstuk 29 tot en met 31 maar. Wat is dat? Nou, als iemand door het kwaad dat hem overkomt geen eten had, zorgde Job voor eten. Als iemand door het kwaad dat hem overkwam, geen kleding meer had, geen perspectief meer had, dan ging Job er naartoe. Als iemand door het kwaad dat hem overkwam, verdriet had, ziek werd, een geliefde moest missen, dan was het Job die zijn geld, zijn tijd, zijn energie gaf. Dat is je richten tegen het kwade. Leven met God. Is er misschien iemand
die u iets kan bewijzen. Hoe u zich kan richten tegen het kwade wat iemand overkomen is. Misschien door die arm op de schouder. Door het kaartje. Door het gesprek. Door die envelop. Dat je je keert tegen het kwade. Nog een andere? Nou, waar kijken we naar? Misschien moet ik vooral wel de mannen aankijken. Job die zegt in hoofdstuk 31 vers 1, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen, dat ik niet naar een jonge vrouw begeerig zal kijken. Job weet wat er kan gebeuren als je kijkt naar mooie jonge vrouwen. Nee, niet dat je gelijk in overspel valt, maar hij weet dat is een stap in de richting van verleiding. Dat kan helemaal misgaan. En daarom zegt hij, ik sluit een verbond met mijn ogen, zodat ik niet, als ik ergens toe getriggerd word, dat ik maar niet toegeef, maar ervan afkeer. Broeders, zusters, zullen we vanmiddag een verbond sluiten met onze ogen? Het is wijs om niet de grens op te zoeken. Het is wijs om niet tot het randje te gaan. Het is wijs om je af te keren van het kwade. Dus hou je nek soms maar eventjes tegen. Scroll maar snel door. Kijk maar niet op die pagina. Keer je af van het kwade. Levenswijsheid. Van beneden lijkt heel veel te komen. Maar de echte wijsheid, zegt Job, die komt van boven. Tot slot. Misschien zit er iemand in die zegt, ja, tijdens deze hele preek over levenswijsheid zit ik te denken aan iets concreets in mijn leven. En ik vraag me echt af wat ik moet doen. Ik weet het niet zo goed. En ik vraag me af, wat is wijs? Ja, soms is het lastig. En ik kan niet zomaar concreet een antwoord geven op uw concrete situatie. Maar ik mag u wel wijzen op wat er staat in Jacobus 1 vers 5. En neem dat dan maar als belofte mee en gebruik het. Want er staat, en als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Heer, hier ben ik. Ik heb vandaag avondmaal gevierd. Ik heb uw woord gehoord. Ik weet mijn verlosser leeft. Maar ik zit heel erg met deze keuze op mijn werk. Wat moet ik? Ik zoek ernaar op school wat ik moet doen. In mijn vriendengroep gebeurt dit. Wilt u? Heer, dan staat er in Jacobus 1. Want als mijn wijsheid ontbreekt dat u het wil geven, dan wilt u dat toch ook doen. Ga daar maar mee aan de slag. Maar weet in ieder geval dit. Des Heere vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Amen.
Zullen we samen danken en bidden. Heren, dank u wel dat u rechtvaardig en wijs bent en barmhartig. En dat u ons als mensen zo opzoekt. Wij die van nature met de rug naar u toe staan. Wij die vijanden zijn, zondaars. U zoekt ons vandaag weer op. U heeft dat gedaan. Woord, te zongen, sacrament. We danken u, Heren, dat wij niet meer zelf op hoeven te klimmen, maar dat die wijsheid van u van boven komt. Dat u het zegt en ons bekend maakt. En leert u ons dan, Heren, te rekenen met u. Elke dag van het leven. Ook als we soms denken dat we zoveel rechten hebben. Of als ons kwaad wordt aangedaan. Help ons om te rekenen met u. Met uw woord. Ook als we misschien niet altijd zo direct antwoord van u krijgen, net als Job. Heere, leer ons u te vrezen. Met eerbied en ontzag en respect met u om te gaan. In onze persoonlijke stille tijd. Momenten van gebed, van aanbidding, van verootmoediging. Maar ook in alle praktische dagelijkse dingen. U heeft dat voor ons als wijsheid gegeven. Wilt u ons dan leren, Heren, om zo te leven? Ook in praktische dingen waar we soms tegenaan lopen. Heer, leer ons zo om te leven voor u. Leer ons om ons af te keren van het kwade. Om onze nek niet om te keren als dat wijs is. Om bepaalde websites niet op te starten als dat wijs is. Leer ons om zuiver te spreken. Zegen ons, Heren. We belijden u, Heren, dat we daarin tekortschieten. En dat het ons ontbreekt aan wijsheid. Hoe we om moeten gaan met collega's. Wat wijs is, als het gaat over school. Maar dan zegt uw woord toch ook, Heren, dat als het ons ontbreekt aan wijsheid, dat u er toch mild wil geven. Schenk ons dan wijsheid, Heren, komende week. Het werk in de kerk, als morgen kerkraadsvergadering is en ook kerkvisitatie zal plaatsvinden. Zegt u alle commissies, verenigingen, zegt u ieder die een taak heeft. Zegt u bij het schoonmaken van de kerk, het bijhouden van de tuin. Zegt u alle praktische dingen die gedaan worden met en voor elkaar. Zegent u het diaconale werk, Heren, ook binnen de gemeente. Geef dat daarmee de gevolgen van kwaad draaglijk mogen worden gemaakt. En dat dat niet de overhand heeft. Geef de diaconie wat nodig is. Heeft ze genoeg middelen? Heeft ze genoeg wijsheid? Zegent u alstublieft ook hulpverleningsorganisaties in binnen- en buitenland. Zegt u schuldhulp maar. En andere organisaties die een bij willen dragen dat er een goed leven is hier. Geef dat uw wijsheid daardoorin meekomt. Breid zo uw koninkrijk uit, Heren. Doe het in Nederland, hier in Veenendaal. Maar gaat u door met uw werk over het ronde van de aarde. Zegent u mensen die zich inzetten om uw evangelie bekend te maken. Of ze nu voor opgeleid zijn of niet. Stel ze tot een zegen, ook daar waar het zwaar is en moeilijk en waar tegenstand aan de orde van de dag is. Heren, u hebt in uw wijsheid ons uw woord gegeven. Schenk ons dan veel van uw geest, dat we zullen volharden. En stel ons tot een zegen, dat mensen onze goede werken zullen zien, onze woorden zullen horen en daarom nieuwsgierig worden en uiteindelijk u zullen verheerlijken. We leggen zo ons leven in uw hand, Heren. Geprezen bent u om wat u hebt gegeven, om wat u hebt gedaan, om wat u doet en om wat u zult doen. We danken u dat we mogen weten dat er eens een volmaakte toekomst is. Geef dat niemand van ons dan zal schrikken, maar dat we allen daarbij mogen zijn. Geprezen bent u, Heren, om Jezus wil. Amen. We zingen samen Psalm 72, vers 1 en vers 11. Maar het gaat over de koning, en het diepste gaat het over de Heere als koning. En hij is rechtvaardig, wijs en zacht. En omdat hij zo is voor ons, hebben we alle reden om zijn naam eeuwig
eer te geven. Psalm 72, vers 1 en 11. Ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
Amen.